Wat is jouw mening hierover? Ik ben het ermee eens. Ja, waarom? Maar ik ga je een voorbeeld geven. Stel je voor, ik ben werkloos. Ik ben woonachtig in Nederland. Ja. En ik zie van dat er bijvoorbeeld in België meer werkgelegenheid is. Als de grenzen worden opengesteld, is er sprake van vrijheid van goederen en mensen. Ja. Dat betekent dus dat ik makkelijker in België kan gaan werken. In plaats van hier, waar er dan tijdelijk geen werkgelegenheid voor mij is. Dus in dat opzicht is het juist goed dat de grenzen worden opengesteld. Juist, oké. Okay. Alles is toegankelijker, alles is makkelijker benaderbaar en dat soort dingetjes. Oké. Okay. Ja. Ja. Okay. Wie is het niet eens met Sergio? Niemand. Ik zit nog een beetje te twijfelen. Waarom zit jij te twijfelen? Dus als ik het goed begrijp, zeg jij dat dankzij het openstellen van grenzen kun jij toch makkelijker aan een baan komen? Ja. Begrijp ik dat goed? Ja, dat zeg ik. Dat vind ik juist vreemd. Want als je de grenzen openstelt, dan heb je volgens mij meer mensen vanuit het buitenland die hier komen werken. Hoe kan jij dan opeens toch makkelijker aan de baan komen dankzij het openstellen van grenzen? Kijk, hoe jij zegt. Je zegt vanuit het buitenland komen meer mensen hier werken. Mm-hmm. Als er hier sprake is van een arbeidsoverschot, dan gaan er inderdaad vanuit het buitenland meer mensen naar hier komen. Maar in het voorbeeld van mij was het zo dat er hier sprake was van weinig werkgelegenheid. Vandaar dat ik naar het buitenland zou vertrekken als er daar meer werkgelegenheid was. Mm-hmm. Dus kreeg je zo geen irritatie? Nee, want de grenzen zijn toch opengesteld. Ondertussen is Erik aan tafel geschoven. Alles goed, Hozer? Ja, naar omstandigheden. Naar omstandigheden, oké, we praten er niet over. Jij zegt, nogmaals, wat zijn het? Nee, ik vind dat je dan, als we als voorbeeld nemen, zoals we nu eigenlijk in Nederland zien met de Polen. Ik hoor steeds meer mensen hier klagen. Dat ze nemen ons, ze pikken onze banen in. Waarom? De plek waar ze vandaan komen, dat is een heel andere cultuur. Het is een heel andere manier van beloning daar zo. Dus waar wij de maatschappij hier zo een minimumloon hebben, waar iedereen zich mee kan leven, maak je het eigenlijk makkelijker voor mensen uit het buitenland waar de minimumloon lager is, om vervolgens naar Nederland te komen en hier hetzelfde werk voor minder te doen. Natuurlijk gaat een bedrijf eerder daarvoor kiezen. Wat krijg je voor? Gaat de werkloosheid hier eigenlijk juist omhoog voor mensen die zich niet kunnen permitteren om te verhuizen naar een ander land. Want niet iedereen is ingesteld om te zeggen van, weet je wat, hier is geen werk. Ik ga lekker naar Polen.